thuis ziet dat zijn moeder verdrietig is. Zoveel zwaarder sinds zijn vader er niet meer is. Maar zij doet alles om het nog goed te houden. Lange dagen werken, kan zo alles onderhouden. Haar zoon niks tekort, maar toch fokt het hem op. Want hij doet niks, hangt elke dag standaard op de blok. Niet naar school, dat vindt hij echt niet meer interessant. Dingen die hij deed bewogen hem naar een verkeerde kant. Nu leest zijn moeder in de krant, haar zoon is opgepakt. Mislukte overval, en ook van twee verdacht. Wilde geld voor zijn moeder, maar had dit niet verwacht. Poging tot doodslag, minimaal 2 jaar vast. Alles misgelopen, het is een hel waar hij doorheen gaat. Zijn moeder komt niet op bezoek en dat maakt hem nog steeds kwaad. In de steek gelaten smeekt hij weer een plannetje. Want ook in de baaien staat hij gewoon zijn mannetje. Hoe zou het leven van een ander zijn? Zou zijn leven ook heel anders zijn? Spijtgevoelens zijn dat achteraf. Hij heeft er gewoon niet over nagedacht. Hij zou zo graag even een ander zijn. Geen stress en een simpele 9 tot 5. Hij zou zo graag even een ander zijn. Zal nooit veranderen en hij weet ook dat dit nu blijft. Hij komt weer buiten, eindelijk weer op vrije voeten. En voor zijn daden heeft hij een tijdje moeten boeten. Begint naar werk te zoeken, eindelijk het rechte pad. Klimt weer in de boeken, vrijheid en hij beseft nu dat. Hij nu moet werken aan zijn toekomstplan. Aangenomen, simpel baantje, maar blij dat hij nu werken kan. Een huisje toegewezen, wennen aan zijn eigen leven. Niets te vrezen, althans zo lijkt het heel even. Want heel even, witte maken met een terugval. Toen hij de vraag en ook de prijzen van de drugs zag. En hij bedacht dat het baantje van hem best kut was. Een week later zat hij in het wereldje van drugs vast. Damn, en het ging weer bergafwaarts. Ging 9 tot 5 het snelle geld was hem meer waard. Beseft niet dat hij daarin gevangen is. Zijn uitweg wordt de dood of weer gevangenis. Hoe zou het leven van een ander zijn? Zou zijn leven ook heel anders zijn? Spijtgevoelens zijn dat achteraf. Hij heeft er gewoon niet over nagedacht. Hij zou zo graag even een ander zijn. Geen stress en een simpele 9 tot 5. Hij zou zo graag even een ander zijn. Zal nooit veranderen en hij weet ook dat dit nu blijft.